Erwin, de voorzitter zegt over de trainer dat hij tactisch en technisch onder de maat is. Dat hij geen discipline in de groep bewerkstelligt. En dat de resultaten zwaar tegenvallen. Ja, dat zijn allemaal goede redenen om een trainer te ontslaan. Maar het is natuurlijk ook een enorme trap na. Ja, verschrikkelijk. Je zou zeggen, van die krijgt nooit meer een club. Rob. Ik hoop het wel voor hem. Maar ja, dit is een hele dikke schop te geven. En als hij het over spelers heeft. Een hele grote groep spelers. Nou, ik denk te weten dat NAC op financieel gebied niet goed voor staat. Dat betekent dat ze jonge spelers halen. Die geen ervaring hebben. Geen levenservaring hebben. Zeker geen voetbalervaring hebben. Die misschien nauwelijks een bal van A naar B kunnen spelen. En die dan al direct gaan zeggen van, we hebben geen vertrouwen in. En ik vind dat hij, die voorzitter, die had het anders naar buiten moeten brengen. Nu geef je Robert Maaskant een enorme dreun. Ja, terwijl het niet helemaal terecht is natuurlijk. Want kijk, ja, wie heeft Robert Maaskant aangesteld? Ja, dat is ook meneer Gielen, de raad van commissarissen. Dus die hebben ook een bepaalde verantwoordelijkheid. Ja, maar er is nog steeds een organisatie. Er zijn nog steeds financiers. Die willen allemaal meepraten. NAC is een kip zonder kop. Nee, maar die zesde trainer... Het zijn allemaal ego's. Wat? Het zijn allemaal ego's. Ja, maar ze willen allemaal iets te vertellen hebben in het voetbal. Als je sponsor bent of weet ik wat. Iedereen wil met zijn kop op tv. Ja. Ego's. Als jij zo'n verhaal hoort als trainer. Ze komen bij jou aan. Los van dat je nu prima zit bij Southampton. Zou je dan kunnen denken. Ja, een voorzitter die zo zijn personeel afbrandt. Daar hoef ik niet te werken? Nee, dat klopt. Ja. Dat soort figuren hoeven mij niet te bellen.